Wie volgt? Hoe is het toch met de werkloze clown Anthony, die na 25 jaar zijn baan in het circus verloor? Het befaamde Circus Royaal wordt al sinds 1896 door de familie van Anthony gerund. Na een aantal slechte jaren en de steeds hoger wordende schulden ging dan toch de stekker eruit. Het circusleven leek voorbij voor clown Anthony en hij zou op zoek gaan naar een nieuw podium. Ik ben zo erg benieuwd wat dat geworden is. Ik speel diverse muziekinstrumenten, acrobatiek, doe tapdansen, kan presenteren. Hey. Goedemorgen. Je woont nog steeds in hetzelfde pand? Nog wel, ja. Ja. Nog wel. Oh, je bent op zoek naar een nieuw huis? We zijn bezig. We moeten volgende week naar een huisje kijken. Oké. Okay. Dus je ziet het, vorige keer stond helemaal vol. Echt een hoop spul, hè? Dit is een hele hoop troep. Ja. Kilometers gordijnen. Maar is dat allemaal verkocht? Verkocht, weggegeven, gegund. Op een gegeven moment moet je er gewoon vanaf. Heb je er nog wel wat geld aan overgehouden? Aan overgehouden niet. We hebben echt wel netjes wat we ervan op hebben gebracht. Netjes de schulden betaald, zeg maar, in hoeverre mogelijk. Oké. Okay. Dus, en dat geeft ook wel weer een goed gevoel en verlichting. Ja. Ja. Welkom wel daarop. Want dit zijn echt de laatste restjes. Ja, dat zijn mijn moeder geweest deze. Mijn vrouw die past die. Dus dat is een van de weinige circusobjecten die je echt wil houden. Stel dat we ooit een gala hebben of wat dan ook, dan vind ik dat leuk als ik mijn vrouw erin zie. De vorige keer toen heb je ook een oproepje gedaan voor, om te kijken of mensen een nieuwe baan hadden als clown. Ja. Heb je een pretpark, een theater of een circus? En je zoekt clowns of je zoekt een presentator. Iemand die 6-7 talen spreekt, 6-7 muziekinstrumenten bespeelt. Laat het weten. Heb je daar veel reacties op gehad? Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. En toen kwam op een gegeven moment via kwam er een oproep of ik interesse had om een lege kroeg, zeg maar, op te bouwen van nul tot iets. Dus dat gaat jouw nieuwe leven worden, een kroeg? Ja. Maar dat had ik niet verwacht. Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb 15 jaar geleden ook al in de horeca gezeten. Oh, okay. Dus dan heb jij eigenlijk hierbij gezegd van het leven als clown? Vaarwel. Laat ik voorlopig achter me. Ja, ik moet verder met het leven. Ga je het missen, denk je? Ja, absoluut. Wat ga je het meest missen? De gezelligheid, het onderlinge. En ik denk dat ik daarom ook in de horeca terecht ben gekomen. Want wat er gaat, die hele horeca, het is net circus. Want het is net zoveel gerol. Het is altijd voor elkaar klaarstaan. En het is toch hecht, weet je wel. Je moet het toch met elkaar doen. Dus dat trekt mij wel. Ja. Zo, u bent de vader. Hoi, Filimon. Hoi, hallo. Hey. Ja, ook altijd in het circus gezeten, hè? Ja, geboren en gedogen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus zo vader, zo zoon. Is er nog een plaat hier waar u als clown op staat? Kijk eens achter die. Oh, dat bent u. En ik kan die plaat niet meer zien. En dat was daar was je aan het lachen. Ja. Maar ondertussen had je wel allemaal problemen met de belastingdienst, weet ik. Ja, ik heb de laatste jaren veel problemen met de belasting gehad. Die hebben op een vreselijke manier hebben ze me genaaid. Ja. Zonder gekust te worden, dat is erg. Ja. Dat ze je een oor aan naaien op zich is niet erg. Maar als je niet gekust wordt, vind ik het erg. En gewoon eerlijk zijn.